jullie staan? Joost. Jozua? Is Jozua zelf uit bed gekomen? De familie Blom is rustig aan het ontwaken na hun eerste nacht in Albanië, het land waar ze 6 jaar gewoond hebben. En ze staan deze week niet op een doorsnee camping, maar mogen bij goede vrienden in de tuin kamperen. Ze starten de dag met een lokaal ontbijtje dat vader Maarten net heeft gehaald bij de bakker. Dit zijn gewoon de broodjes. Yummy, yummy. Dit is dat speciale broodje van... Ja, haal het mezelf maar uit op het bordje, maar... Ja, we zijn alleen vergeten het water te kopen. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Dat is echt heel stom. Vergeet het halen net in de winkel. Je kan het water hier niet drinken uit de kraan. Dus het is wel echt belangrijk om goed water te hebben. Ja, nou, dat wordt dan een snelle rit naar het dorp voor Maarten. Want de kinderen hebben flinke honger. Nee, ik vind het... Nee, ik vind het echt niet leuk als papa er niet bij is. Weet je wat? Wie honger heeft, die neemt gewoon een broodje pas. Dit bewaren we tot papa over 5 minuten komt. Papa is over 5 minuten terug. Het is te lekker. Ik weet het. Het is te lekker. Neem een broodje pasta. Of we kunnen wel vast treletje aansnijden. Ja. Vertel eens wat dat is, jongens. Wat is treletje? En dat is een heel lekker toetje. Je maakt wel hele grote stukken, ja. Want het is zo zoet en machtig. Mogen 2 van deze stukjes? 1. Ja, jongen, jullie denken echt dat je zoveel honger hebt. Maar als je een paar hapjes neemt, zit je al gelijk vol, hoor. We kunnen wel even gaan bidden alvast. We gaan al zo met papa bidden en dan zit het voorgerechtje. Maar hoe is hun eerste nacht verlopen na de hectische aankomst van gisteravond? Iedereen sliep gewoon gelijk lekker snel, want we waren natuurlijk moe van de reis. Dus dat was heerlijk. En af en toe hoorden we wat hanen kraaien. Die waren de hele nacht, niet van de leg, zijn natuurlijk hanen, maar ze waren wel de nacht bezig. En om 5 uur werd Judah wakker, dat heeft even lekker gedronken. En toen ging hij weer verder slapen. En toen om 7:15 kwam de rest. Zo, we hebben water, Tijmen. Oké, als iedereen zit, gaan we even de Heere God bedanken voor deze mooie dag. Het is lekker. Is er ook nog wat voor mij over? Ja, voor jou speciaal. Hier, dank u wel voor het eten. Ook als we naar het waterpark gaan, wil doen ze bij ons zijn. Wil ik bij andere mensen zijn die het moeilijk hebben. Bij mensen die geen geld hebben en die moeten vluchten. Eet smakelijk, lievertjes. Mag ik ook nog? Ja. Is deze van mij? Dit is voor jou, Maartje. Ja. Maar ik dacht, hierop is toch leuker? Ga je het gewoon uit die bak eten? Oké. Papa, serieus? Is lekker. Papa? Heerlijk. Dit is toch wel een beetje die oude vertrouwde smaak van Albanië, hè? Ik heb heerlijk geslapen vanochtend. En ik heb oordopjes in altijd. Dus dan hoor ik niet de haan van de buren. En ik hoor geen kinderen natuurlijk. Het is eigenlijk niet heel eerlijk. Want Gerien altijd, als er een kind gaat huilen, moet ik Gerien er altijd uit. Maar ik doe overdag heel veel, toch, Gerien? Ja hoor, je doet heel veel. Lekker, Esra? Goed zo.